Ja, dat is denk ik voor mij niet het ideale scenario. Ja, het liefst gewoon natuurlijk met het eerste meegedaan. Maar goed, ja, ik las het ook op internet en ja, dat was, ja, was geen leuk nieuws. Maar ja, uiteindelijk ja, moet je er niet zo bij stil blijven staan. En ja, je moet gewoon doorpakken en ja, gewoon doorgaan. Ja, Dylan Vente, voorbereiding op het nieuwe seizoen in volle gang. Hoe is het? Ja, gaat goed. Ik heb in de vakantie veel getraind. Eigenlijk vanaf februari geen training meer gehad. Ja, nog een paar, nog 1-2 weken tussendoor met RKC. Ook even bal met blessure, maar ja, ik ben wel weer blij dat ik weer kan voetballen. Ook afgelopen maanden in de coronatijd volle bak voor jezelf doorgegaan? Ja. Ik had eerst wat last van mijn Achillespees. Maar ja, ik denk dat de laatste 3 maanden wel veel heb getraind. En ja, dat ik dat wel heb gedaan. Hey, nou heb je afgelopen 3 jaar heb jij gewoon volop Eredivisie gespeeld. Natuurlijk in het eerste van Feyenoord, maar ook bij RKC. Je hebt zelfs Champions League minuten gemaakt. En nu moet je met een nieuw team, onder 21 team, een beloftecompetitie in. Hoe is dat voor jou? Ja, dat is denk ik voor mij niet het ideale scenario. Ja, het liefst gewoon natuurlijk met het eerste meegedaan. Maar goed, ja, ik las het ook op internet. En ja, dat was, ja, was geen leuk nieuws. Maar ja, uiteindelijk ja, moet je er niet zo bij stil blijven staan. En ja, je moet gewoon doorpakken en ja, gewoon doorgaan. Je las het op internet? Niemand heeft je het even persoonlijk verteld? Nee, ik had het ook via internet gezien. Dus ik kreeg allemaal berichten van vrienden van, hey, je gaat naar onder 21. Ja, ik wist het zelf ook nog niet. Dus nee, maar voor mij was het al eerder uitgelekt voordat het zeg maar, een beetje echt bekend was. Zeg maar, was het een klap toen je dat te horen kreeg? Ja, klap. Het is tuurlijk. Het is logisch, je wilt het meest maximale eruit halen. Alleen ja, als je dan te horen krijgt dat je met onder 21 mee moet, ja, het liefst doe je gewoon met het eerste mee, dat is logisch. Alleen ja, nu de keuze is gemaakt voor mij voor onder 21 en ja, dan moet ik alles aan doen om te laten zien dat ik het wel kan. Heb jij niet zoiets van, leen mij dan gewoon weer uit aan bijvoorbeeld een ploeg als RKC, dat ik in ieder geval in de Eredivisie ervaring op kan doen? Ja, als je het bekijkt. Is dat een optie? Alleen dat moeten we nog even afwachten en zien. En ja, je weet het nooit. Heeft dat jouw voorkeur? Ja, dat weet ik. Ja, tuurlijk. Het is wel lekker als je natuurlijk bijvoorbeeld op een niveau speelt. De keukenkampioendivisie of Eredivisie, als je daar speelt, dat het wel lekkerder is natuurlijk als je dan gewoon wekelijks speelt. Dat is logisch. Alleen het is afwachten. Ik sprak net met je trainer Rini Kolen en die zegt dat hij bij jou ook onder meer bij jou de focus ziet, motivatie ziet. Heb jij ook die knop omgezet van, nou ja, het is nou helemaal zo, dan ga ik er gewoon volle bak hiervoor? Ja, tuurlijk. Weet je, je kan wel gaan denken van, ik laat het erbij en ik, fuck it, zeg maar, om zo te zeggen. Maar zo denk ik niet. Dat kan alleen maar tegen je worden gebruikt en ik wil er nu gewoon alles aan doen en om te laten zien dat ik het wel wil en kan. En ja, daardoor ga ik niks doen ofzo. Ik ga er wel nu echt alles aan doen om dat te laten gebeuren, zeg maar. Wat voor ploeg is dit? Heb je al enig idee? Dit Feyenoord onder 21, nieuw bij elkaar natuurlijk, maar je kent ongetwijfeld heel veel jongens. Nou, eerlijk gezegd ken ik niet iedereen nog. Ja, nu nog wel een klein beetje bij naam, maar ik denk dat Jordi Weerman kon ik dan en Ashraf en een beetje die jongens die vorig jaar ook met de voorbereiding meededen. Alleen, ja, nee, dat kan met de aankomende dagen wel goed dat ik ze leer kennen. Jullie moeten in ieder geval voor het kampioenschap spelen. Nou, dat lijkt me een heldere doelstelling. Ja, dat lijkt me wel. Met dit team moet je naar mijn mening wel gewoon kampioen worden. Wat zijn de eerste indrukken van de nieuwe trainer? Ja, goed. Komt voor mij rustig over, duidelijk. En ja, dat is wel goed. Merk je binnen de ploeg dat het echt een gevoel nog moet groeien? Omdat ja, het is net begonnen, we hebben maanden stilgelegen. Of zijn er echt al punten waarvan je denkt van, nou, dat ziet er allemaal hoog en goed uit? Ja, je merkt wel dat het wat onrustig is. Maar dat is meestal op de eerste trainingen, zeg maar. Maar ja, voor mij hebben 4 weken geleden hebben ze voor het laatst getraind. Dus ja, nee, je ziet wel dat het zijn gewoon allemaal oud teamgenoten, zeg maar. Dus dat kan je ook wel zien. Alleen, ja, je weet bij de eerste dagen dat het dat het wat onrustig is, maar het gaat wel goed.